Ik snack eigenlijk te veel. Ja, ik heb eigenlijk overgewicht, hè. Ik sta in het rood zelfs. Ja, ik ga proberen daar verandering in te brengen. En ik hoop dat het me gaat lukken. Maar ik ben daar niet zeker van. Maar ik geloof toch in mezelf. Voor mij is het gewoon heel belangrijk dat de persoon zelf inziet dat het nodig is. Je hebt zo van die mensen die zeggen, ik zou moeten. En als mensen dat zeggen, dan weet je. Eigenlijk, dat zelfbeeld, dat zorgt er altijd voor dat je daar terug attent van wordt. Van, fuck, eigenlijk moet ik iets aan doen. Het heeft mij in het verleden nog niet genoeg doorzettingsvermogen gegeven om altijd er wel voor te gaan. Elke keer als ik mezelf op foto zie, dan denk ik, amai. Als ik dat vergelijk met andere mensen, dan vind ik van mezelf dat je ziet dat ik dik ben. En dat stoort mij wel heel veel. Ja, ik dacht eerst van, ik ga gewoon elke dag trainen en fietsen, omdat ik dat graag doe. En dat gaat me lukken. Mijn doel in het begin van mijn traject was ook 1 kilo per week. Hartslagzones. Zeer belangrijk, hè? Ja? Superbelangrijk, ja. Je hebt je verschillende hartslagzones. Je kunt onderscheiden als je dat in kleuren steekt. Heb je je witte hartslagzone, blauwe hartslagzone, groen, geel en rood. Dat heeft allemaal te maken. Hartslagzones worden bepaald op basis van je maximale hartslag. En je maximale hartslag, naarmate dat je ouder wordt, gaat die lager worden. En op basis daarvan ga je in percentages gaan werken. Nu, als je aan vetverbranding wilt doen, dus vetverbranding om dan vooral te vermageren, dan moet je eigenlijk in je groene zone zitten. Dus als je in je groene zone gaat gaan trainen, dan train je tussen de 60% en 70% van je maximale hartslag. En heel belangrijk is dat je in die zone gaat gaan trainen, omdat je dan in je vetmetabolisme zit. Dus dan gaat je lichaam als primaire brandstof, gaat die eigenlijk je vetten gaan aanspreken. Natuurlijk ook nog altijd koolhydraten, hè? Maar vooral vetten. En het is dat je wilt. En die hartslagzone die bekom je eigenlijk door, als je gaat gaan lopen, moet je nog in staat zijn om te babbelen met elkaar. Maar deftig babbelen, hè? Dus zoals dat jij en ik. En niet zo. Dan ben je eigenlijk al te hoog aan het gaan. Dan ben je meer in je koolhydraatzone aan het gaan. Zolang dat je het graag doet en dat je het aan de lage hartslag kunt doen, mogen jij fietsen, lopen, mogen jij zwemmen. Maakt niet uit wat, wandelen. Er zijn zelfs sommige mensen die moeten starten met wandelen, hè? Omdat bij lopen al die hartslag veel te hoog gaat. Het is gewoon wat je graag doet. Ik merkte ook zelf dat ik wakker werd en dat ik gewoon nog moe was. En dat ik precies niet dat ik gewoon echt niet uitgerust was, ook al heb ik een ganse nacht geslapen. En ja, dat zijn dan wel van die momenten waar je van denkt van fuck, ga ik het vandaag wel doen trainen? Maar dan zet je door omdat je denkt van het moet gebeuren. Meestal doen mensen wel een recupdag. En ik dacht eerst van, ik heb dat precies niet nodig, hè, dat lukt mij wel. Maar na een tijd begint je lichaam wel echt te zeggen van, oh stop. Traag starten. Heel traag starten. En niet direct beginnen met een half uur te lopen, want je lijf kan dat niet aan. Als je echt niks van voorgeschiedenis hebt, is een half uur lopen aan 10 per uur is dat gedoemd om je kapot te maken. Je moet je lijf tijd geven om te recupereren. Als jij na je fietstocht oké bent en je hebt daar eigenlijk geen last van, dan moet je dat blijven doen en dan moet je 7 dagen in de week. Ja, ik gebruik nu mijn sportwatch om mijn calorieën te trekken. Maar online zeggen ze dat dat precies toch niet altijd even accuraat is. Het hangt ervan af, ja, welke soort training, als je met pieken en dalen zit. Het zal
à peu près kloppen ongeveer, maar om te zeggen dat dat 100% correct is, dat is het zeker niet. Weet gewoon, lange inspanningen gaan normaal gezien aan lage hartslag meer vetverbranding doen. Vetten leveren meer calorieën dan suikers. Ga jij korte, intensieve inspanningen doen aan hoge hartslag, dan gaan de suikers gaan verbranden. Suikers leveren minder calorieën dan vetten. Dus dan gaat je calorieverbruik lager zijn. Ja, online lees ik ook dat water het afvallen bevordert. Het is niet omdat het water drinkt dat het zogezegd je vet naar buiten gaat plassen. Dat is totaal niet zo. Wat dat wel zo is, is als je water drinkt, dan gaat je maag gaan vullen. Dus bijvoorbeeld, en dat is iets wat ik zelf ook toepas, ik heb honger en dan denk ik, heb ik honger of heb ik gewoon goesting? En dan drink ik een glas water zodanig dat mijn maag weer gevuld is. En als je dan nog honger hebt, dan heb je honger. Maar als je dan geen honger meer hebt, dan heb je eigenlijk gewoon goesting. Ik ben effectief wel op zoek gegaan in de winkel om zo te kijken naar gezonde dingen. Het is moeilijk om te weten wat je goed gaat vullen, dat je lekker gaat vinden, maar dat toch geen 400 calorieën zijn, bij wijze van spreken. De snacks die ik gevonden had, waren laag aan calorieën, maar ik had dan wel het gevoel dat mij niet goed vulde. Dus dan had ik wel een snackbar van 80 calorieën bij zo spreken. En dan eet ik dat op. Maar dan had ik het gevoel dat ik gewoon nog één wou eten. Maar ja, dan is er geen punt aan een gezonde snack. Maar als je er 3 van eet, want ja, dan is dat ook gewoon ongezond. Dus. Er zijn er een heleboel. In principe, diegene die weinig calorieën aanleveren en toch een beetje maagvulling, ja, is fruit. Kan zowel vers als diepvriesfruit zijn. Groenten. Bijvoorbeeld kerstomaatjes, komkommer, wortel vult ook een beetje de maag, maar geeft weinig calorieën. Soep, groentesoep, is ook zo. Dat zijn eigenlijk de 3 dat ik als advies geef aan mensen die moeten vermageren. Van, probeer daarmee je maag te vullen, zodat je daar weinig calorieën binnen hebt, maar toch iets van voedingsstoffen en ja, maagvulling. Ik vraag me af of er veel verschil is tussen 's ochtends veel eten en 's avonds weinig, of omgekeerd. In principe, als we kijken naar vermagering of energiebalans, gaat het over de volledige calorieinname via je voeding in vergelijking met je verbruik. Dus het maakt eigenlijk niet uit wanneer je die calorieën inplant. Maar steeds meer studies tonen wel aan dat onze biologische klok ook een rol speelt en dat we daar in principe volgens onze biologische klok zouden moeten streven naar een iets groter ontbijt, een iets minder groot middagmaal en een iets kleiner avondmaal, ook om de vertering naar onze nacht toe ook niet echt in het gedrang te gaan brengen. Ik zeg dan, probeer 80% van de tijd de goede opties te kiezen. En 20% van de tijd is er ruimte voor een keer snoep. Of voor sommige mensen is dat dan een keer alcohol. Voor iemand anders dan een keer chocola. Voor nog iemand anders dan een keer afhaalmaaltijd. De gewoontes zijn moeilijk te veranderen. Hè. Dus 80-20 is een goede richtlijn. Ja. Ik vind wel dat we bewust moeten zijn over onze portiegroottes en dat we inderdaad niet kunnen verwachten dat we een hele dag heel veel eten en dan toch nog onze doelstelling gaan bereiken om gewicht te verliezen, bijvoorbeeld. Maar calorieën tellen is heel veel werk. Ik denk dat de focus op voeding heel sterk wordt en dat we dan zo niet meer die eetbeleving hebben. Ja, het belangrijkste is dat je zo'n beetje weet van op dagelijkse basis wat kan ik eten of welke portiegroottes ongeveer. Of als ik eens een dag heb dat ik wel sport, kan ik misschien wel wat meer eten dan op andere dagen. En van daarop voor te gaan en eigen lichaamssignalen ook niet te gaan negeren. Hè. Dat hongergevoel en dergelijke. Ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Waarom pak ik niet gewoon cola zero in plaats van water? Want ik drink dan wel liever cola zero dan water natuurlijk. Dus dan vind ik het moeilijk om mezelf te overtuigen om te zeggen van oké, maar nu ga ik water drinken. Aangezien dat ik weet dat er een alternatief is die niet veel negatieve impact heeft op mijn afslankingstraject, dat ik lekkerder vind, dat ik liever drink.
principe betekent, allee, mag het de term light dragen als het 30% minder suiker of vet heeft of calorieën dan het oorspronkelijke product of dan een gelijkaardig product. Dus het kan wel zijn dat een product 30% minder vet heeft, maar dat het dan wel meer suiker bevat dan een ander product of omgekeerd. Ja. Dus we moeten daar wel wat voorzichtig mee zijn. En die term light, als dat op een product wordt geplakt, gaan mensen dat vaak perceperen als goed, gezond, terwijl dat niet altijd het geval is. Maar inderdaad, in het geval van light of zero frisdrank, ja, daar zitten geen calorieën in. Dus op zich is dat wel een beter idee dan een suikerrijke frisdrank te pakken, waarbij je dan die bloedsuikerspiegel omhoog trekt en veel calorieën binnen hebt. Dus in dat opzicht raad ik ook wel aan mensen van, wil je eens variëren met water? Je moet natuurlijk geen hele dag light of zero frisdrank drinken, maar een keer een light of zero frisdrank kan wel een optie zijn om dat patroon eens te doorbreken en iets anders te hebben dan water om te drinken. Ja. Toen ik met mijn expert ben gaan praten, zei die ook wel, je bloedsuikerspiegel heeft eigenlijk op alles impact. Zowel op of dat je honger hebt of dat je geen honger hebt. Maar daar stopt het niet bij. Ik wist eigenlijk in het begin van mijn traject niet wat dat was. Ik wist wel dat je bloedsuikerspiegel bestond. Maar ik had nooit het gedacht dat dat zoveel impact ging hebben op alles omtrent afslanken eigenlijk. De bloedsuikerspiegel, als we iets van koolhydraten gaan nemen en hoe sneller dat die koolhydraten zijn of suikers, hoe meer dat die bloedsuikerspiegel gaat stijgen. En een enorme piek in de bloedsuikerspiegel betekent ook vaak dat die terug heel snel gaat zakken en heel terug snel weg is. Dus dat betekent dat ons lichaam heel snel terug gaat craven naar koolhydraten of suikers, omdat we dat leeg gevoel nadien hebben. Dus we gaan eventjes het gevoel hebben bij die piek, oh, we zijn heel alert, we hebben hier veel brandstof in ons lichaam, maar dat gaat ook snel terug weer weg. En dan komt die craving naar en komt eigenlijk die drang naar zoet, komt dan opnieuw. En op zich is het geen ramp om af en toe eens een piek te hebben in die bloedsuikerspiegel, maar onze doelstelling zou toch moeten zijn om hem zo stabiel mogelijk te houden, door dan 1 snelle suikers te verminderen, meer voor complexe koolhydraten te kiezen en volkorenproducten, omdat daar ook die vezels in zitten. En vezels gaan ook zorgen dat die bloedsuikerspiegel neutraal blijft. Maar ook de combinatie van onze voeding. Dus de eiwitten en de vetten die in onze voeding zitten, gaan ook die bloedsuikerspiegel tegenhouden. Als we iets geïsoleerd aan suiker eten, zoals chocolade, koeken of snoep, waar dan niks anders bij is, dat gaat dan nog sterker stijgen. Ja, wat is er gebeurd? Ik heb het ook wel even lastig gehad dat ik dacht van, waarom ben ik het weer aan het doen eigenlijk? Echt zo, je komt eigenlijk net terug van een fietsrit en je voelt je eigenlijk, je zou verwachten dat je goed voelt, maar je voelt je eigenlijk slecht. En dan heb je echt wel zo momentjes dat je denkt van, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Je wilt eigenlijk zoveel bereiken. En dat resulteerde wel in het feit dat ik dan mezelf te veel heb gepusht in het begin. Het is echt nice om hier gewoon te liggen in mijn bed en wat pilletjes te slikken. Dus hopelijk wordt de krap wat beter. En dat ik wel makkelijk het moeilijk had met terug mijn fiets te pakken. Er zijn momenten geweest dat ik echt op de trap stapte, dat ik net terugkwam van training. Ik wandelde de trap op en ik was gewoon doodop. En ik was echt zo, mijn benen kunnen gewoon niet meer. En dan dacht ik echt van, ja, dit is eigenlijk niet gezond. Eigenlijk wil ik misschien beginnen met het feit, hè. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat ongeveer 25 tot 50 gram suiker, vrije suikers per dag, hè, dat dat eigenlijk gezond is. Of dat we dat kunnen verwerken in ons lichaam gemiddeld. Hè. Als je kijkt naar de gemiddelde Vlaming, dan eten zij 70 tot 80 gram suiker per dag. Hè, wat dat eigenlijk veel te veel is. En als er dan te veel suiker in je bloedbaan terechtkomt, dan geeft dat eigenlijk ook ontstekingsreacties, hè, in je lichaam. Puur en alleen van suiker
kun je een burn-out krijgen. Dus je bloedsuikerspiegel gaat op en af. Hè, en als stel dat je start je dag met een croissant, met confituur en een koffie, ik zeg nu maar iets. Hè. Dat zorgt eigenlijk voor een piek in je bloedsuikerspiegel. En wat er dan gebeurt, is dat je pancreas insuline gaat aanmaken. Dus dat je stemming beter gaat worden, dat je meer energie gaat hebben, dat je meer mentale flexibiliteit gaat hebben. Maar dan, na een tijd, voel je in één keer zo een dip. Hè. Dat zorgt eigenlijk ervoor dat je stemming dan gaat dalen, dat je minder energie gaat hebben, dat je emotioneel instabieler gaat zijn. En als je in die low zit, dan kan dat echt zorgen voor echt die emotionele problemen eigenlijk. En slaapproblemen bijvoorbeeld zijn daar ook aan gelinkt. Je denkt er allemaal niet bij na. Je denkt gewoon, ik eet hier nu een snack. Waardoor dat je dan een piek hebt, een suikerspiegel. Allee, dan ben je grapper, geënerveerd. En dat merkte ik toch wel aan mezelf, dat toch wel een probleem was. Voeding is een heel belangrijk aspect eigenlijk voor onze mentale gezondheid. Want je moet dat een beetje vergelijken als je de verkeerde brandstof in een auto doet, dan een diesel is en je doet daar benzine in, dan gaat dat ook tegenpruttelen en gaat dat ook niet marcheren. Dus het is belangrijk dat je de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt eigenlijk om bepaalde processen in je lichaam ook goed te kunnen laten werken en te laten functioneren. Het is eigenlijk een hele race. Hè? Dus je hebt ten eerste omega-3. Hè? Omega-3 is een vetzuur dat heel belangrijk is voor onze hersenfunctie. Hè? En als onze hersenen goed functioneren, hè, dan heb je ook minder kans op bijvoorbeeld depressie of angstklachten. Dan magnesium is ook een hele belangrijke. Ik denk dat het vooral belangrijk is om van persoon tot persoon te gaan kijken wat er nodig is. Dat het een en-en verhaal is. Dus dat het niet alleen voeding is, maar dat ook die stressklachten aanpakken is. Zeker als er sprake is van emotie eten of vreedbuien of een andere eetproblematiek, is het echt belangrijk om te gaan kijken naar wat zit er daaronder, onder die ijsberg. Ga bij je vrienden zoeken naar mensen die je steunen, die mee willen gaan sporten. Ja, dat is zo die motivatie om naar uit te kijken van, ga toch één keer al sporten. Ik heb dan ook mijn nieuwe fiets gekocht. Die nieuwe fiets heeft ervoor gezorgd dat mijn kameraden ook zoiets hadden van anders moeten we samen gaan fietsen. En dan waren dat dan lange ritten, dat was wel uitputtend. Maar omdat je daar niet alleen aan toen waart, hield je dat vol. Ik had de motivatie door dat je vrienden daar waren om meer te doen, om je grenzen te verleggen in dit geval. Uiteindelijk ligt het wel volledig bij jezelf. Ja, dus die vrienden die helpen mij, die motiveren mij wel. Maar het is eigenlijk gewoon de wil om er zelf iets aan te doen dat mij toch wel altijd heeft gepusht om door te zetten eigenlijk. De woorden zeggen het eigenlijk zelf, eetlustremmers gaan de eetlust effectief remmen eigenlijk door het hongergevoel te verminderen. Ze zwellen eigenlijk op in de maag, waardoor dat je een verzadigd gevoel hebt en op zich minder gaat eten, waardoor dat je kilo's gaat verliezen. Vetbinders gaan dan eigenlijk vetten uit vetrijke voedingsmiddelen binden, waardoor dan die deeltjes eigenlijk te groot worden om nog verteerd en geabsorbeerd te worden en ze dus eigenlijk gewoon via de stoelgang geëlimineerd worden. En dan de vetverbranders gaan eigenlijk ook ervoor zorgen dat je afvalt gewoon door je energieverbruik te verhogen, eigenlijk zelfs in rust. Het wordt aangeraden, het is eigenlijk echt een duwtje in de rug voor mensen die iets sneller resultaat willen behalen eigenlijk. Maar zoals eerder gezegd is het altijd een en-en verhaal. Dus voldoende beweging is belangrijk en je voedingsgewoontes moet je eigenlijk ook aanpassen. Ik vind dat een moeilijke, omdat je eigenlijk bezig bent met medicatie in verband met afslanken. Ik heb het soms wel eens een piek moeilijk gehad, omdat ik zoiets had van,
Ja, zijn piek helpt wel echt heel hard bij het afslanken. Je zit vaak in de twijfel van, er is eigenlijk iets die een wonder belooft te zijn, maar je wilt juist, ja, het is iets onnatuurlijk dat je doet, hè. Nu meer en meer wordt Ozempic ook gebruikt voor de behandeling van overgewicht of obesitas, omdat men ziet eigenlijk dat het een gunstig resultaat heeft op het afvallen. En als dat geactiveerd wordt, geeft dat een signaal naar onze hersenen van we zitten verzadigd, we hebben geen honger meer, dus onze zin naar eten gaat verminderen, waardoor dat je resoluut gaat vermageren eigenlijk als uitkomst. Ja. Natuurlijk, als je stopt met Ozempic, ja, kunnen de kilo's er terug aankomen als je niet let op je gezonde voedingsstijl. Ja. Ik ga toch proberen om zo goed mogelijk op een haalbaar niveau toch blijven door te zetten. Om in augustus te kunnen eindelijk eens aan het zwembad te liggen en te denken, het is oké nu. Het is niet, mensen kijken nu niet aan en denken, amai, die heeft overgewicht.